In deze videotraining laat ik zien hoe je aanvullende velden kunt vullen bij het aanmaken van stamgegevens, zoals bijvoorbeeld debiteuren, crediteuren, cliënten, medewerkers en werkgevers. Voor dit voorbeeld ga ik een nieuwe verkooprelatie aanmaken. Ga in startmenu CRM onder organisatiepersoon naar verkooprelatie. Klik hier opnieuw. Ik ga een organisatie aanmaken en ik klik op volgende. Links onderin zie je het vinkveld Vul aanvullende velden organisatie in. Bij het aanmaken van stamgegevens wordt er automatisch een nieuwe organisatie of persoon aangemaakt en hieraan zitten specifieke velden gebonden. Wanneer je het veld aanvinkt, worden deze getoond. Ik geef de gegevens voor de nieuwe verkooprelatie op. Ik klik op volgende en direct kom ik terecht in de specifieke velden zoals de statutaire gegevens en de correspondentiegegevens. Dit zijn dus de specifieke velden van de organisatie. Als ik nog twee keer op volgende klik, kun je ook direct een bankrekening opgeven, om deze vervolgens later in de wizard in gebruik te nemen bij de verkooprelatie. Ik klik nogmaals op volgende en nu pas kom ik bij de specifieke velden voor de verkooprelatie. Ik verklein de huidige wizard en verplaats deze even naar boven in de hoek. Ik maak nu nog een keer een nieuwe verkooprelatie aan en nu vink ik het veld Vul aanvullende velden organisatie niet aan. Ook nu vul ik de overige velden en klik ik op volgende. Je ziet dan dat de wizard direct start met de specifieke velden voor de verkooprelatie. Mocht het nou zo zijn dat je altijd de aanvullende velden wilt invullen, dan kun je dit ook instellen. Ga in startmenu Algemeen onder Omgeving, Beheer naar Eigenschappen. Open hier het tabblad Organisatie Persoon en vink aan voor welke entiteit je altijd de aanvullende gegevens wilt tonen. Ik vink voor dit voorbeeld nu de verkooprelatie Organisatie aan en ik geef vervolgens de instellingen OK. En open de omgeving opnieuw. Als ik nu in startmenu CRM nogmaals een nieuwe verkooprelatie aanmaak en ik kies weer voor organisatie, dan zie je dat het vinkveld nu automatisch aanstaat. Deze kun je ook niet meer aanpassen. Wanneer je hier wel weer van wilt afwijken, doe dit dan nogmaals via de omgevingseigenschappen. Tot zover deze videotraining over de aanvullende velden bij stamgegevens.